Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Jongeneel. Goedendag, luisteraars. Het dagelijks woord voor deze vrijdag wordt gevormd door Lucas 21, vanaf vers 20 tot met vers 24. En ik zal deze versen aan u voorlezen. Daar klinkt het woord van Jezus als volgt: Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd is, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn, er niet ingaan, want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk, en ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard, en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Tot zover de schriftlezing. Hebt u nog vragen? Of iets anders misschien? Ik zit ergens bij een familie op rouwbezoek ter voorbereiding op een begrafenis en wil het gesprek gaan afronden. Voorzichtig steekt er een van wal. We zouden het fijn vinden als het niet te zwaar wordt. Niet te zwaar? Reageer ik zogenaamd verbaasd? Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, zegt er een, dat het geen hel en verdoemenis wordt, begrijpt u? Ja, dat begrijp ik maar al te goed. En ik heb dit gesprek ondertussen al zo vaak gevoerd. Maar hij doet het wel, volgens het Bijbelgedeelte van vandaag. Jezus, hoewel hel en verdoemenis zijn nu ook weer niet helemaal de goede woorden, maar het is wel oordeel en straf. Jezus houdt het ons ronduit voor, akelig concreet zelfs. Hij schildert voor onze ogen een belegerde stad uit, de verwoesting nabij, bijna compleet plat gegooid, een stad in puin. En hij tekent voor ons uit hoe een vluchtelingenstroom op gang komt. En wat hebben we te doen met de kwetsbaren, zoals zwangere vrouwen en moeders van zuigelingen? En Jezus vertelt over slachtoffers en van mensen die gevangen genomen worden. Het trekt gewoon even een huiver door je heen. Verschrikkelijk, wat een drama. En het komt ons op dit moment maar al te bekend voor. Want je denkt natuurlijk gelijk aan Oekraïne, waar momenteel dag aan dag dit soort beelden en dit soort verhalen vandaan komen. De dagen van wraak, noemt Jezus het. Dagen van grote noten, toren over het volk. De dag der wraken. Dan gaat het over de wraak van God, zijn gericht, zijn oordelen. En toren, dan gaat het over de toren van God. Jezus spreekt erover. Ja, Jezus, let u wel, Hij spreekt erover. Men zegt soms zijn stem was altijd liefelijk, zijn woorden altijd zacht. Nou niet dus. Als geen ander heeft Hij gewaarschuwd. Er is niemand die zo scherp en zo indringend en zo onomwondend gesproken heeft over het oordeel van God. Een collega predikant zei eens tegen mij: In dreigen en waarschuwen zie ik geen heil, wel in lokken en nodigen. Dat klinkt aardig, dacht ik. En het komt heel sympathiek over. In dreigen en waarschuwen zie ik geen heil, maar wel in lokken en nodigen. En we zien het in de praktijk heel vaak zo gaan waardoor soms in preken alle scherpte verdwijnt en waardoor soms een geloof overblijft ook in het midden van de gemeente dat zo zacht als boter is en geen enkele klem op mensen nog uitoefent. Maar Jezus leert ons anders en bij hem gaat het anders. Hij houdt het ons voor dat grote verschrikking ons te wachten staat als wij hem verwerpen. Want dat is de les die ik trek uit deze woorden van vandaag. Voor onszelf, dat grote verschrikking ons te wachten staat als we hem verwerpen. Hoe zouden wij ontvluchten en ontkomen aan het oordeel en de toren van God als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Ook dat moet gezegd worden. En soms mag dat zelfs op indringende wijze worden afgeschilderd en uitgeschilderd. Er moet, ja, er moet ook gewaarschuwd worden. Opdat wij reden te meer hebben om onze knieën voor Jezus te buigen. Om ons met nog meer aandrang uit te drijven tot Jezus Christus, steeds maar weer en steeds maar meer. Dat we hem als Heer en Heiland zouden erkennen. Dat we hem zouden eren voordat het te laat is. Ach wat, zegt iemand: allemaal bangmakerij. Prima, zou ik zeggen, als u zo erover denkt. Maar wat als het anders is en dit werkelijkheid voor je wordt? Verschrikkelijk moet dat zijn. Zal je dan niet eeuwig spijt hebben? Maar dan is het te laat. Daarom kom tot uw heiland, toef langer niet en kust de zoon. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen, En hij u op uw weg tot stof doe wederkeren, Wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag, U onverhoeds zou door haar gloed verteren, Tot staving van zijn lang gehoond gezag. Maar welzalig zij, die na zijn reine leer In hem heil hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen als hun heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Tot zover. Zullen we samen bidden? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.